Nou, wegwerpplastic. Kijk, wat je ziet is dat onze maatschappij is ingericht rond wegwerp. Wegwerpplastic jaagt die maatschappij aan. En we zijn hier vandaag natuurlijk voor de circulaire economie. Nou ja, wegwerp is het tegenovergestelde van de circulaire economie. We hebben eerst een paar rondleidingen gepland. Daarna zullen we verschillende presentaties hebben die allemaal een eigen kijk hebben op circulariteit. Echt in gesprek te gaan over hoe de toekomst van de circulaire economie eruit zou kunnen zien, hoe die eruit zou moeten zien en wat de uitdagingen daar zijn. Ik ben natuurlijk heel blij dat sinds 2 weken er statiegeld is op blikjes, hè, waardoor er minder blikjes in het zwerfafval terechtkomen en ook hoogwaardig gerecycled worden. Maar er komt binnenkort ook wetgeving aan rond wegwerpbekers. En alle kantoren die zullen dus over moeten naar herbruikbare bekers. Ik vind het heel belangrijk dat dat een succes wordt, omdat er veel grotere uitdagingen, veel grotere abstracte uitdagingen nog voor ons liggen. En als het ons al niet lukt om zoiets kleins als zo'n herbruikbare beker op een goede manier te introduceren met alle gedragsverandering die daar nodig is, dan hou ik mijn hart vast voor de veel grotere abstracte uitdagingen waarvoor we nog staan met z'n allen. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit in elk geval op een goede manier doen. Wij produceren kunststof compounds. Compounds zijn eigenlijk mengsels van kunststoffen. En die stemmen wij af op de toepassing van de eindklant. Dus wij krijgen steeds meer klanten ook die vragen hebben op het gebied van duurzaamheid. Dat proberen wij eigenlijk allemaal in onze compounds te verwerken. Als kunststofrecycler hebben we best wel een grote uitdaging. Niet van hoe we het gaan recyclen, maar hoe zorgen we ervoor dat er voldoende plastic afval bij een recycler terechtkomt. Als je kijkt van dat er in de komende 30 jaar zo'n grote groei zal zijn van plastic afval die beschikbaar zal komen, maar die niet naar een recycler gaat, dan hebben we echt wel nog een aantal stappen die we met elkaar moeten gaan zetten daarin. Transforms is een Europees Interreg-project met 10 deelnemers uit 4 landen, waarbij wij 2 innovatieve technieken onderzoeken om hoogwaardige plastics en laagwaardige plastics terug in de keten te krijgen. En daaromheen worden ook een aantal onderzoeken gedaan om te kijken wat de recyclebaarheid van die plastics is. Nou, dit is denk ik een mooi concept wat ook voor andere innovaties in Flevoland gebruikt kan worden. Dus hoe je als overheden samen met bedrijven kan helpen om een innovatie zeg maar, te realiseren. Dat was een hele mooie bijeenkomst met een aantal zeer interessante sprekers die duidelijk wel weten wat er allemaal omgaat in het gebruik en hergebruik van plastic. Durf vooruit te stappen, durf het voorbeeld te geven, durf te leren van fouten, want we gaan fouten maken. Ga het vooral doen. Er wordt zoveel gepraat, er wordt zoveel afgestemd. Ga het vooral doen,